twee mannen tegelijkertijd op het podium. De ene is 30 en komt uit de Pinte. Zijn maatje is 24 en is een Waaslander. Zijn de vaandeldragers op de wielerbaan. Kenny de Ketelen en Moreno de Pauw. Dag Kenny en Moreno. Ja, goed jaar geweest. Een paar keer op het podium gestaan. Of het hoogste podium op de piste. Ja, dat klopt. Ik ben eigenlijk al jaren aan een stuk aan het snakken naar een echte vaste partner waar ik overal aan het werk kan. En ik denk dat ik eindelijk hem gevonden heb. Veronderstel jij hetzelfde gaat zeggen of ga jij iets anders zeggen? Nee, dat klopt. Dus ik droom om samen met Kenny al deze zaken te kunnen betwisten. Dat is een vat vol ervaring om dan met Kenny te kunnen... Die zesdaagjes te kunnen rijden is fantastisch en al weer bijgrepen en al mooie resultaten behaald. Dus het is een mooie winter al geweest. Ja, dit jaar is er ook het wereldkampioenschap. Hè? Wat verwachten jullie daarvan en in welke disciplines doen jullie mee? Ik zal normaal gezien de puntenkoers en de ploegkoers betwisten, samen met Marielle dan. En de verwachtingen zijn heel hoog. We hebben de hele winter op heel hoog niveau gepresteerd. Overal getoond dat wij wedstrijden kunnen domineren. Dus wij gaan vol voor het podium en wij dromen volop van een wereldtitel. Ja, het is volgende week al, dus we hebben nog een week tijd om goed te rusten, te recupereren. Zaterdag vertrekken we naar Londen. Ik rijd dan normaal woensdag de scratch en dan zondag rijden we samen de ploegkoers. En zoals Kenny zei, hopen we op het beste en ja, we zien wel dan. Succes, dat is al heel snel, dus recupereer nog goed en succes volgende week. Hè.